Nou, we hebben op Landsteden in Raalte hebben wij gastles gehad over konijnen. En je kunt heel duidelijk zien wat voor aftekeningen moeten ze hebben. En lengte van oren bijvoorbeeld. En dat kun je hier allemaal terugzien. Als je hier loopt, dan kun je er echt op gaan letten. Dat is best wel leuk, dat je gewoon hier ook kijkt van wat een konijn moet hebben. Ik vind het heel erg belangrijk om mijn persoonlijke ervaringen die ik heb met het fokken van dieren, om die aan de jongelui over te brengen. Hoe behandel je dieren? Hoe ga je daar verder? Hoe ga je er dus mee om? Wat zijn belangrijke dingen die spelen bij het fokken van dieren en zo? En ook, hoe ga je om? Hoe ga je eigenlijk om met je dieren? Behandel ze je goed? Geef ze op tijd eten en drinken? Nou, tijdens de gastles hebben we veel gehad over hoe je ook hoe je zo'n dier moet keuren en waar je op moet letten. Maar dat is eigenlijk wel heel moeilijk eigenlijk ook. Want je moet eigenlijk, bij elk dier is het verschillend waar je op moet letten. Dus de een let je weer precies op de staart en de ander op zijn kam. En dan de kleur let je ook heel veel, of op de poten en dat soort dingen. Dus eigenlijk moet je wel heel veel weten daarover. Maar later wil ik dierenarts worden. Maar ik doe nu dan deze opleiding. Maar je leert ook in een keuring leer je ook wel waar je ook wel moet opletten met gezondheid en dat soort dingen. En dat is voor, ja, als dierenarts is het ook wel belangrijk. Zo dadelijk gaan we eens wat vragen beantwoorden. Ze hebben wat vragen hebben ze gekregen en ik zal daar proberen om daar een beetje op in te gaan. En jongelui die vinden dat ook wel leuk om dat te leren.